Welkom op deze nieuwe editie van Filmfest Gent on Tour. We doen dat vanavond met een Italiaanse film, Il Traditore, van de Italiaanse regisseur Marco Bellocchio. En nu Bertolucci enkele maanden geleden overleden is, want dat zijn de regisseurs die op hetzelfde moment hun carrière gestart hebben, kan je wel zeggen dat Bellocchio nu de grootst levende Italiaanse regisseur is. En zijn nieuwste film is daar andermaal, vind ik, het bewijs van. Bellocchio stelt in zijn film allerlei vormen van gezag aan de kaak. Het kan gaan over het gezag van de katholieke kerk, dat zie je in een film als Nel nome del Padre. Het kan gaan over militair gezag, dat zie je in een film als Marcia Trionfale. Het kan ook gaan over dorpspolitiek en dat zie je in Echina e Vecina. Dus in al die films is Bellocchio heel politiek bezig. Tegelijkertijd is er ook een sterk element van psychanalyse in zijn films. Want Bellocchio is volledig gevormd door de antipsychiatrie van de jaren 60. Hij was daar zeer voorstander van, hij was daar echt enthousiast over. En dat wordt ook in enkele van zijn films heel duidelijk. Het ging zelfs zo ver dat hij in een bepaalde periode van zijn carrière, de jaren 80, dat hij samenwerkte voor het scenario met zijn psychiater. Niet alleen voor het scenario, want die psychiater stond ook naast hem toen hij de films maakte. Ik moet meteen zeggen dat dat niet de beste films uit zijn carrière waren. De film Il Traditore, wat de verrader betekent, is helemaal opgehangen aan het levensverhaal van Tommaso Buscetta, een topgangster, zowel op Sicilië als in de Verenigde Staten, die daarom de baas van twee werelden werd genoemd. Tommaso Buscetta was bij lange niet de eerste pentito of spijtoptant van de Siciliaanse maffia, van de Cosa Nostra, maar hij was wel bij uitstek de belangrijkste, omdat hij onderzoeksrechter Giovanni Falcone, een mede-Siciliaan, heel erg in detail uit de doeken deed hoe Cosa Nostra is gestructureerd. Hij overhandigde rechter Falcone met andere woorden de sleutel, de code, om de Cosa Nostra te begrijpen, echt te doorgronden en zo dat machtige misdaadgenootschap ook veel effectiever te kunnen bestrijden. De film Il Traditore is een fictiefilm die natuurlijk gebaseerd is op waar gebeurde feiten en op sleutelmomenten in die film is die brand behoorlijk waarheidsgetrouw. Zoals de belangrijke rechtbankscène, die draait om het maxi-processo, het grootschalige proces tegen honderden mafiosi midden jaren 80 in Palermo in een bunker die daarvoor speciaal was gebouwd. Een groot proces dat mogelijk is gemaakt door het getuigenis van Tommaso Buscetta aan onderzoeksrechter Giovanni Falcone. Die rechtbankscène, weten we, die stemt haast woordelijk overeen met de historische beelden uit die periode. De centrale figuur is natuurlijk Tommaso Buscetta, maar wat de film doet afwijken van de gebruikelijke docudrama's over een maffiafiguur is toch de wel unieke stijl van Bellocchio. Dus het is helemaal geen recht toe recht aan vertelling, het is een complexe structuur. Je hebt ook het gevoel dat zijn montage eerder associatief is in plaats van chronologisch. En ook dat zijn scènes niet gewone registraties of niet het gewoon dramatiseren is van de gebeurtenissen, maar dat hij daar een Italiaanse insteek heeft. En dat is bijvoorbeeld die enorme theatraliteit van het proces. Dus dat is geen realistisch gefilmd proces, dat is echt theater, theater van de waanzin bijna. En ook zitten in de film veel scènes die aan opera doen denken. Dus er wordt ook operamuziek gebruikt. Jaren van maffia-terreur hebben diepe wondes geslagen in de Italiaanse maatschappij en hebben voor veel Italianen een trauma opgeleverd. Er was de moord op de belangrijke onderzoeksrechter Giovanni Falcone, die in deze film dus zeer zichtbaar is, en Paolo Borsellino in 1992. En zo komt het dat elke nieuwe maffiaproductie in Italië altijd weer voor een debat zorgt of soms zelfs een polemiek veroorzaakt. Dat is met Il Traditore, met de film die jullie nu gaan zien, niet anders geweest. Sommige Italianen vinden dat er te veel begrip wordt gezocht voor de figuur van Tommaso Buscetta. Er is ook een televisieinterview geweest met regisseur Marco Bellocchio en met de acteur Pierfrancesco Favino, die Tommaso Buscetta in deze film speelt. En sommige mensen, sommige tv-kijkers, vonden dat ze haast met bewondering spraken voor wat Tommaso Buscetta heeft gedaan. Die Italianen vinden het heel belangrijk dat we erbij stilstaan dat Tommaso Buscetta heeft gepraat met justitie uit wraak. Buscetta besloot over de Cosa Nostra te praten, omdat de Corleonesi, een zeer gewelddadige rivaliserende maffiaclan, zo pas zijn halve familie had uitgemoord.
Ja, het is fantastisch om te zien hoe Bellocchio, die intussen toch 80 is, nog altijd met evenveel vrijheid en inspiratie filmt en nog altijd even kritisch is. Ook nog altijd even subversief bijna is en woedend over de situatie, politieke situaties in Italië als in zijn beginjaren. Kijken naar maffiafilms die kruipen in de psychologie van een topgangster is natuurlijk nuttig. Het is ook nuttig dat we tegelijkertijd in het achterhoofd houden dat de echte helden van de maffiabestrijding in Italië mensen als Giovanni Falcone en Paolo Borsellino waren, niet een topcrimineel als Tommaso Buscetta, die om zijn eigen belangen te dienen en uit wraak met justitie heeft gepraat. Ik hoop dat jullie de film weten te appreciëren. Ik zie u graag terug volgende maand voor een nieuwe editie van Filmfest Gent On Tour.